We gaan eens kijken wat jij vandaag hebt uitgestoken, want je hebt eigenlijk een exclusief stukje kunnen meemaken. Ja. Je was bij de ploegbespreking van Vacan Soleil, hè? Kijk. Can about last Sunday. I think you do a very good job in the beginning that everybody was there. And it was not easy to make a break. But we were in the break and that was the most important thing. We have again, we have pools. When the best riders are there, but Puls, I think it's better to wait till the last climb. Liebe, Johnny, Lagu, Bookie, Captain, and Boy, you can go in the break. But you think they go before the climb? Because I think they go before the climb, but everybody went to go, and then it's not so easy to go. Twee jaar geleden was het hetzelfde, hè? En dan zijn ze pas weggereden naar 100. Yeah, but it was flat. No, it was almost the same. We were not doing this climb. No, not the beginning. The first 50 kilometers is different. The climb will decide. But it's a short stage after 80 km. We have to feed ourselves and don't food your pocket. So, I mean, it's that light. That light that you can. Yeah. It's going to be worse. I mean, just guys don't feel good today. Then help the others to be in the break. And helping means bringing it from. If guys are trying and all of a sudden they get in the bunch, helping to get back to the front, you know? At least that. Yeah, but then everybody in the beginning, everybody I went to see, everybody in the first part of the bed. Ja, eigenlijk is dat een discussie, hè? Dat is niet consignes meegeven, dat is een discussie. Ja. Ja, en wat ik ook wel opvallend vond, is dat het eigenlijk heel erg op onze besprekingen lijkt. Bij ons wordt eigenlijk hetzelfde gezegd. Zeker in dit soort etappes waarvan je weet, van er gaat ontsnapping rijden. Zorg dat je voorin blijft, zorg dat je meespringt, help elkaar. Dus dat was wel opvallend. Ja. Zou het geen idee zijn om dit soort dingen te zien live voor een rit? Dan gaan we nog veel meer betrokken worden. Het zou zeker mogen. Ik mocht niet mee naar binnen. Zo geheim is het wel. Dus het was al volgens Bart Aars de eerste keer dat jullie het mochten doen ook. Dus ze zijn er zeker niet happig op, maar ik denk dat voor de liefhebbers... En mocht het live zijn, dan gaan ze in codetaal beginnen spreken, ja. Want dan willen ze de tegenstand natuurlijk misleiden. En dan wordt het een soort Cluedo, hè. Wie heeft wat gedaan? En dat kan heel mooi spelen. Ja, valse vergadering. Ja.